Hallo, ik ben Dave van den Burg. Ik doe BMX en zoals jullie weten is Papendal onze thuisbasis. En net zoals heel veel sporters hier woon ik op Papendal. De achterste kamer is van mij. Langs mij zit Koen van der Wijst, BMX, of je heeft BMX gedaan en ik doe nu baanwielrennen. We gaan even bij Koen kijken. Koentje. Oké. Ach, kom binnen. Nou, dit is mijn kamer. Het is niet veel, niet groot, maar ja, ik heb er eigenlijk alles in staan wat ik nodig heb. Ik heb een bank, tv, bureautje en hierachter staat mijn bed en heel belangrijk, koelkast voor het eten. Ik zit al 2 jaar bij de selectie en vanaf afgelopen november heb ik dan hier mijn eigen plekje. Valt me goed. Het is gewoon super chill dat ik tussen de trainingen door gewoon een eigen kamertje heb waar ik kan ontspannen, kan relaxen en me voor kan bereiden op de tweede training van de dag. Nou, een van mijn meest dierbare stukken wat ik op mijn kamer heb hangen is natuurlijk de trofee die ik vorig jaar behaald heb op Papendal tijdens de Wereldbeker. Toen ben ik 2e geworden en dit jaar gaan we proberen om daar een eerste plek van te maken. Hey, zachter!